Er is vandaag weer een regeringsvergadering geweest, RRV. En er zijn weer belangrijke zaken besproken en besluiten genomen. Een highlight van deze vergadering was het goedkeuren van het raadsvoorstel van minister Ramsaran voor het verhogen van de financiële uitkeringen en bijstanden. Het gaat hierbij om het volgende. Er is goedgekeurd dat vanaf 1 juli 2023 AOV wordt verhoogd van 12,50 naar 17,50. De AKB, Algemene Kinderbijslag, wordt verhoogd van 125 SRD per kind naar 200 SRD per kind. De financiële bijstand voor mensen met een beperking wordt verhoogd van 17,50 naar 2500. De financiële bijstand voor zwakke huishoudens wordt verhoogd van 12,50 naar 1750 SRD. Personen met een beperking die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en de AOV genieten, hun financiële bijstand voor mensen met een beperking blijft gecontinueerd. Personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en de AOV genieten, kunnen ook de financiële bijstand voor mensen met een beperking en of zwakke huishouden aanvragen. Personen met een permanente beperking, ongeacht het inkomen van het gezin, die komen in aanmerking voor financiële bijstand voor mensen met een beperking. Dit wordt de vierde verhoging sinds 2020. De regering heeft verder goedgekeurd een clusterteam van ministers onder coördinatie van minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo. Met ondersteuning van de ministers van ROS, Defensie, Juspol, OEC, VG en Financiën en Planning, om met ondersteuning van de technische commissie, wijziging kiesregeling, binnen 1 week de voorstellen van voorgenoemde commissie te bestuderen en een wetsvoorstel in de regeringsraad te presenteren. En daarna gaat het naar DNA voor goedkeuring daar. Verder heeft de regering goedgekeurd dat een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor LVV ter optapping van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, het NOVA. Het NOVA biedt ondernemers in de agrarische sector de mogelijkheden om haar productie te verhogen en de capaciteit te verruimen. Verder zijn ook zaken zoals landelijk woningbouwprogramma en anticorruptie besproken en daarover volgt er nog nadere info.